We zijn hier vandaag aanwezig in de omgeving van Horen in verband met een actie van een rechercheteam van de Koninklijke Marche C. Bij die actie zullen 3 doorzoekingen plaatsvinden en zullen 2 verdachten worden aangehouden. Zij worden ervan verdacht te handelen in wapens, munitie en explosieven en het bezit hiervan. En bij die actie worden we ondersteund door de dienst speciale interventies in verband met de aard van de verdenking. Ja, de actie is geslaagd. We hebben 2 personen aangehouden in hun woning en er zijn verschillende goederen in beslag genomen.